Vandaag zijn we in de klimaatkamer van Flanders Make. Hier kunnen we eigenlijk ons zonnepaneel testen voor verschillende dingen, zoals temperatuur, de sterkte van de zonlicht. En dit kunnen we eigenlijk gebruiken voor later te gebruiken tijdens de race. Moeten we weten hoe goed ons paneel is, wat de effecten zijn van de schaduw enzovoort. Ik ga zo dadelijk de klimaatkamer binnen, maar ik moet dit pak aandoen omdat we hier onder rechtstreeks zonlicht zitten, zonder atmosfeer. Daarom moeten we dit pak aandoen om ons eigenlijk te beschermen daartegen. De reden waarom wij hier vandaag in de klimaatkamer zijn, is omdat wij hier een kunstmatige zon hebben die altijd hetzelfde licht gaat geven. Hierdoor kunnen wij dus heel goed en betrouwbaar de efficiëntie van het zonnepaneel meten, waardoor we deze data kunnen gebruiken voor de strategie in Australië. Met het doek proberen we de temperatuur van ons paneel zo constant mogelijk te houden. En op het laatste moment trekken we dat weg en dan hebben we eigenlijk een heel mooie waarde van het paneel dat niet opgewarmd is. We zijn nu klaar met het testen van het zonnepaneel en nu is eigenlijk de zonnewagen volledig klaar om richting Australië te vertrekken. Vooraleer dat we dat kunnen doen, hebben we in juni eigenlijk onze container al verstuurd. Hoe gaat dit in zijn werk? We pakken eigenlijk al het materiaal in een schoenerboxen. Deze kunnen we dan heel makkelijk inladen in de container, zodat die makkelijk kan vertrekken richting Australië. Hiervoor werken we samen met MSC en zij zorgen eigenlijk dat de container op tijd in Australië aankomt. Wel, vandaag zijn we onder een auto aan het klaarmaken om de vliegtuig te nemen. Dus we zijn nu met onze partner Durf aan het werken, dus onze auto zijn we nu aan het uitladen hier in Brussel. Momenteel wordt onze wagen ingeladen in een kist die speciaal op maat is gemaakt om deze dan verder te transporteren naar Australië. Alles is ingepakt, helemaal klaar om te vertrekken op de luchtkracht. Dus we zijn nu aangekomen op Brussels Airport. Daar gaan we onze zonnewagen, de Infinite, voor de laatste keer gaan uitzwaaien. Zometeen gaat de Infinite worden ingeladen in het vliegtuig en dan kan die vertrekken naar Australië. De zonnewagen is zo net ingeladen en binnen 29 minuten gaat het vliegtuig vertrekken.